Ik ben Patrick. Welkom bij de handleiding voor het hanteren en installeren van harde schijven. Het installeren van een harde schijf is eigenlijk heel eenvoudig als u zich aan enkele simpele regels houdt. Harde schijven zijn kwetsbaar en hebben geen kast, dus u dient altijd voorzichtig te zijn, ook als hij nog in de doos zit. In tegenstelling tot telefoons kunnen harde schijven niet tegen trillingen en stoten. Laat u hem vallen, dan is hij meestal kapot. Oké, okay, twee belangrijke dingen voor we de schijf gaan testen. Ten eerste, zorg voor een zeer schone werkomgeving. Stofzuig eerst en maak het werkoppervlak schoon en doe de ramen dicht. Ook honden en katten zijn even niet welkom. Ten tweede, voordat u de schijf aanraakt, aardt u uzelf om statische elektriciteit te leiden. U kunt bijvoorbeeld iets van metaal aanraken of een aardingspolsbandje dragen. Op een geaarde of neutrale mat staan werkt ook. Statische elektriciteit kan de printplaat, de interne componenten van de schijf en de computer ernstig beschadigen. Maak de doos voorzichtig open en schuif de harde schijf eruit. Doe dit dicht boven het tafelblad. Als hij dan valt, dan valt hij niet ver. Haal de harde schijf pas uit de elektrostatische zak wanneer u hem in het systeem gaat plaatsen. Als u meerdere schijven hebt gekocht, stapel ze dan niet op elkaar. Omdat dit druk op de schijf kan geven. Wanneer u de schijf gaat plaatsen. Haalt u hem voorzichtig uit de ESD-zak en legt u hem op een ESD-oppervlak of op de zak zelf. Hierdoor kan statische elektriciteit de schijf niet dieren. Voordat u de schijf in een zijn nieuwe huis gaat plaatsen, noemen we eerst de onderdelen. Sommige hiervan kunt u zien en andere zitten binnenin, dus u moet op mijn woord geloven. Achterop de schijf zit een PCBA, een printplaat met onderdelen. Deze zijn er in allerlei kleuren. Deze is groen. Dan zijn er de gegevens- en voedingsaansluitingen. Er zijn twee soorten gegevens-aansluitingen, SATA en PATA. Deze maken de verbindingen met uw computer via SATA of PATA-kabel voor interne schijven. Deze schijf heeft een meer gebruikelijke SATA-aansluiting. Sommige schijven hebben een brug waarmee de SATA of PATA-aansluiting gecombineerd kan worden met een USB- of FireWire-aansluiting. Dat is handig voor externe schijven. Binnenin zitten twee hoofdonderdelen, de schijven en de koppen. Wanneer een harde schijf opstart, hoort u meestal een lage brom of voelt u wat trillingen. Dat is de motor die de schijven aandrijft. De schijven of platen bevatten de gegevens voor uw computer. De koppen zitten op het einde van een arm, actuator, en lezen en schrijven de gegevens van de computer naar de schijven. Net als bij een grammofoonplaat schrijven de koppen de gegevens op microscopisch kleine sporen op de platen. Ter vergelijking, dit is alsof u met 900 km per uur in een vliegtuig 0,8 mm boven de grond vliegt en in 250 keer de wereld rond en nooit een grasbrietje raakt. Nu snapt u waarom een schijf zo exact moet zijn en zo gevoelig is voor schokken. Het is een verbazend wekkend stukje vakwerk. Nu gaan we die harde schijf in zijn nieuwe huis plaatsen. Als dat nodig is, schroeft u de schijf eerst in de beugel voordat u hem plaatst. Zorg dat u de schroeven niet te vast draait om schade te voorkomen. Draai de schroeven niet scheef. Draai ze eerst naar links tot u ze op een plek hoort klikken. En draai ze dan rechtsom vast. Gebruik ook altijd de juiste schroeven. Een handige manier is om ze in dezelfde formatie op tafel te leggen als dat u ze uit de computer haalt. Druk nooit bovenop de schijf en gebruik geen kracht wanneer u hem in de kast of laptop steekt. Wees voorzichtig maar stevig. Forceer de schijf niet in een te krappe ruimte omdat de stekkers kwetsbaar zijn en makkelijk af kunnen breken. En klaar is Kees. De nieuwe harde schijf zit keurig in uw computer. Blijf eraan denken dat schijven kwetsbaar zijn en voorzichtig moeten worden behandeld. Als u nog vragen hebt, kunt u onze website raadplegen. wd.com